Ron de Boer, die heeft me verschillende keren als student verrast met hele sensationele werken. Die soms ook die lang niet altijd door iedereen misschien begrepen worden, maar die gewoon heel erg waar zijn. En ik herinner me bijvoorbeeld een lichtbakwerk, ik heb een lichtbakje gemaakt met alleen maar de tekst, het woord spirit erop. En je ziet dagelijks miljoen woorden en ze betekenen allemaal wat, ze staan allemaal ergens voor, maar ze zijn zelden wat ze uitdrukken. Ja, en daar lukte het dus wel. Dus het woord wat je zag, dat drukte gewoon echt letterlijk uit wat het was. En dat was een heel speciaal werk. Ook zijn eindexamenwerk was ook zo'n soort ding, een van de beste dingen die ik me herinner van al mijn studenten, is een grammofoonplaat in een bak zwarte vloeistof. Die plaat draait langzaam rond en die neemt eigenlijk die vloeistof mee. Die vloeistof blijft op die groeven zitten. En daarmee is die LP helemaal niet meer herkenbaar als LP. Maar als je weet dat Ron zelf ook enorm in de muziek zit, en DJ's, dan betekent zo'n LP natuurlijk weer iets heel anders. Ik heb zelf ook heel veel affiniteit met het ding. En het is mij nog nooit gelukt, en ik ken eigenlijk ook geen andere voorbeelden waar het iemand lukt om een LP te gebruiken als materiaal en het zich volledig te laten loszingen van die LP. Meestal blijft het toch altijd wel iets met die groeven of het etiket en de maat enzovoort. En Ron was in staat om iets te maken wat opeens over een heel ander eigenschap gaat. Nou, dat vind ik ook, dat werk wilde ik per se in de tentoonstelling hebben, want dit wordt echt tot mijn favoriete top 10 van dingen die ik ooit gezien heb van studenten.